Kikkers, welkom weer op de gloednieuwe vlog. Dag nummer 3 dat ik ziek ben. Ik probeer zo lang mogelijk ook binnen te blijven. Zelfs gaat ook nog mijn vader ook langs om even hier wat plaats te maken, want die moet zelfs misschien nog open, die raam, voor al mijn kerstplitjes hier te herstellen. Wat is het probleem? Hier is ze. Dit is het probleem. De kabelken is over. En die gaat mijn papa nu proberen te herstellen. En als dat gelukt is, ja, dan kan ik mijn kerstverlichtingsjes aandoen. Hè. Maar ondertussen ga ik en Bea. Hallo. Hallo. Rumikuppen. We gaan hier heel leuk rumikuppen. Kijk, zelfs onze papieren bakje, die staat ook al langs ons. Dan ook nog de keukenrol voor onze neusjes. Want we zijn ook allebei wat verkouden. Ik heb per ongeluk sorry gehad. Ik weet niet als je het door mij hebt gekregen. Haar ook aangestoken met mijn verkoudheid. Maar nu gaan we een timeslapje maken. Van we spelen. Ja. En zij wil ook nog iets zeggen. Nee, ik wou dat eigenlijk laten weten dat we dit gingen spelen. En dat we... Ja, ik heb een voorbeeld gegeven van hoe ik mijn puntjes heb. En Dimitri moet nog rapen en dan kijken we wie mag beginnen. Ja, wie het hoogste raapt, die mag dan beginnen. En ik ben blij dat ik terug in de vlog kom. En straks ga ik douchen, want je ziet hoe vettig mijn haren zijn, dus ik heb het zelfs nog douchen na het spelletje. Jojojojo! Zo, kijkers. De tweede keer dat er is gewonnen is geweest, ben ik. De eerste keer was zij. Bij de eerste spelletje, maar die stond er niet op. We hebben gewoon maar één spelletje gefilmd om te laten zien van... hier zijn we mee aan het spelen. En dit is dus het resultaat van de ganse Rumikub. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dat klopt. Dus deze reeks klopt. Dan gaan we naar deze reeks. 5, 6, 7. Klopt. 9, 10, 11. Klopt. 13, 13 spiegelbeeld. 13, 13. Klopt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Klopt.
9, 10, 11, 12. Klopt. 1, 2, kleur veranderen. 3, 4. Klopt. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Klopt. 2, 3, 4. Klopt. 2, 3, 4. Klopt. 3, joker. 3. Klopt. 6, 5, 4. Klopt. Dan hebben we alle combinaties gehad nu hier op de tafel. Wat een game. En ik hoop dat jullie ook van het thuislab hebben genoten. Jullie hebben het ook hoogstwaarschijnlijk ook gezien in mijn thuislab. Hoeveel keer dat ik daar in een zakdoek ben gegrepen. En dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal, man. Ik ben echt nog heel zwaar verkouden. Dus ik ga s'avonds ook nog een kleine rustmoment inlassen. En misschien dat we dan nog een keer het spelletje Rummy Cup spelen. Als mijn schatje het wilt. Ik wou dat eigenlijk nu nog doen, maar... Dat kunnen we subiet dan ook nog doen. Ja, dat klopt. Oké, dan gaan we dat doen. Tot mijn papa hier is. Dan dat gerust naar uw papa. Ja, dus we gaan subiet nog een keer Rummy Cup spelen. Met de eerste bestanden ga ik al sowieso op de computer gooien. En dan kan ik weer een keer eens opnemen. Onze derde spelletje ook weer in een timeslap mode. Voilà. Ik hoop dat jullie er wel eigenlijk aan het genieten van zijn van de vlog. Ik ben heel andere weg uitgeslagen met vloggen tegenover vroeger. Dat is waar, hè, wat? Dat ik zo wat een nieuw concept heb genomen. Ja, maar als ik heel eerlijk mag zijn, uw concept wat je nu hebt, vind ik wat minder dan tegen vroeger. Ja, nee, maar ik laat nu ook meer zien. Dus bijvoorbeeld, ik ben nu ook naar de dokter geweest. En de dokter staat ook op beeld. Dat bedoelde ik. Dus ook zo gelijk bij mijn goede YouTuber-collega. En zo Knol, bijvoorbeeld als hij naar de dokter gaat of naar de tandarts gaat. Die filmt dat daar dus ook allemaal. Daarbij. Dan heb ik nog eens een vraagje. Heb jij volgende week... Nu moet ik zelf even kijken op mijn gsm. Mijn kalender. Heb jij... Volgende week de 12e iets te doen. 11 niet, maar 12 wel. Jawel, wacht. De 11e heb ik iets, twee dingen te doen en de 12e dacht ik niet. De 12e, ja, moet ik naar de tandarts om 5 uur. En jij wilt dat ik meekom voor? Ja, voor wat te filmen? Als je dat wilt, hè? Nee? Oké, ja. Ik hou niet zo van tandartsen. Ah, dat scheelt er. Zou het niet van tandartsen? Oei, oei, oei. Allee, mensen. Ik ga deze bestanden al op mijn computer zetten. Wachten ook nog op mijn vader. En dan ga ik deze camera weer al monteren op mijn staander. En dan gaan we nog eens een keer een thuislapje maken. Hè. Ik zal zeggen, geniet er weer al van. Yo, yo, yo.
Wij hebben weer al Rummikub gedaan, twee spelletjes, mooie timeslapje van gemaakt. Eén keer is Dimitri gewonnen en nu ben ik gewonnen. Ik ben twee keer gewonnen en Dimitri ook twee keer. Oh, dat is leuk. Dus wij hebben, dat waren nog mijn steentjes wat ik nog over had. Ik zal mijn beeld laten draaien, dus hier is ze. Dus ik had nog een 4, 5, 4, 9 over. En wat ligt er allemaal op tafel? 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, klopt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, klopt. 10, 10, 10, in drie verschillende kleuren, klopt. 5, 6, 7, klopt. 8, 8, 8, klopt. In allemaal andere kleuren. Tientjes in andere kleuren. 4, 5, 6, 7, klopt. 4, 5, 6, 7, 8, klopt. 1, 1, 1, met de joker, klopt. 4, 5, 6, klopt. 2, 2, 12, 12, 12, klopt. 13, 13, 13, klopt. 7, 8, 9, 10, 11. Isa, hier klopt iets niet. Wat? Waar is hier die 11? Welke 11? Mevrouwke. Hé? Ja, je hebt deze reeks hier ook bijgelegd. Die lag er nog niet. En 10... 11, waar is de 11? Dan kom je in één keer op 12 uit. 10, 12. Acht. Wacht. Nee. Nee. Maar we gaan het zo laten, want ik had er ook genoeg van. Ik heb last van mijn ogen. Ik kan gewoon niet meer op focussen. Ik ook. Maar je had dan nog maar één steentje over, bij wijze van spreken. Ja. Ik nog vier. Dus jij wint. Proficiat, schatty. Goed gedaan. Duimpje omhoog voor mijn schat. Wat wij nog vandaag nog gaan doen, dat weten we nog niet. Rusten. Omwille van wij zijn ook nog allebei nog ziek. Nee, ik ben net ziek geworden en jij bent... al een paar dagen zien. Ja, ik heb per ongeluk haar denk ik aangestoken. Voilà. Dat is niet erg, want de vorige keer zei jij ook dat je je daar schuldig over voelt. Maar dan dat klopt. Dat klopt. Ik kan er niks aan doen en er ligt een schaar op de grond onder de tafel. Oei, 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 oei. Hier staat een schaar, mensen. Dat is wel gevaarlijk, hè. Die moeten we wel van de grond pakken. Voilà. Mensen, ik hoop dat jullie van de Rummikub tijdstapjes heb genoten. Ik weet nog niet, als ik hier de vlog ga beëindigen, dat zie ik straks wel. Maar deze bestandigheid nu ook alweer al op de computer gooien. Dus tot later allemaal. Yo, yo. En mijn GoPro is echt volledig plat
gespeeld. Dus ik ga die ook nog even in de lader gooien. Yo, yo, yo. Oh, broken paper is your mind. Oh, all the scars that's leaving behind. We light the world up now, let its fire be your eyes. To the darkness into the night. Oh, broken paper. Jullie van de vlog hebben genoten. Eerst Rumicup, dan Damme. Allemaal mooi in een timeslap movie. Ik hoop dat jullie er echt van genoten hebben. Ik heb er zoveel mogelijk materiaal erin gestoken wat we vandaag hebben gedaan. Maar je hoort het ook aan mijn stem. Dat het weer al even bergaf gaat. Dus ik ga dan weer wat rusten. We gaan nog zelfs nog naar familie kijken. Die we gisteren. Wat blijft? Dat kan niet, ik heb die al gezien. Maar ik nog niet. Ja. Had je maar niet moeten zeggen dat ik die allemaal mocht kijken. Ja, oké. Okay. Dus ja, ik zit met het probleem dat ik nog familie nog niet heb gezien. En zij het dus weer al wel. De tweede aflevering van Stuk TV is ook nog altijd niet online gekomen van FIFA. Dingen daar, van dat bommengedoe. En ik hoor hier ook van alles buiten. Geroezemoes en al. Dus even kijken wat dat hier allemaal is. Ah, nu weet ik het. De wind. De wind is het. Dus, ik ga hier de vlog afsluiten. We gaan nog een en ander doen, maar... Het is alleen maar via televisie kijken en serietjes kijken. Meer niet. Ja, ik pak de laptop zelfs mee. Moet ook op de film staan, ja. Ja. Voilà. Ik pak ook zelfs, ze biedt ook nog de laptop mee. Dus vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dat blijft je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later. Yo, yo, yo.